De instelling van een Nationaal Productiviteitscentrum, NPC, was het agendapunt van de vandaag gehouden openbare commissievergadering. Minister Suharto Mustaja van Arbeid ging in op de algemene motivatie en de historie van de ontwerpwet. Hij gaf aan dat de doelstelling van deze wet is de economische en sociale progressie, oftewel duurzaamheid, te bevorderen. Deze wet tracht alle verspilling en inefficiëntie te voorkomen in de economie. En al de segmenten aan die economie moeten bijdragen. Deze wet stelt het NPC in en het NPC zal ervoor zorgen dat de samenleving en uiteindelijk de economie productiever wordt, productiever kan worden. De werkzaamheden van het NPC dienen derhalve in relatie te staan tot de structurele problemen van ons land die betrekking hebben op onder andere de publieke sector en een kleine formele economie, formele private sector en afhankelijkheid van de extractieve sector. Voorkomen moet worden dat het NPC in zijn functioneren van alle dag het systeem van de verlammende bureaucratie en meer ambtenaren voortzet. Mustaja haalde verder aan dat de wet niet als doel heeft werknemersbelangen te beschermen, maar om de totale samenleving, inclusief de ondernemingen, te veranderen. De arbeidsminister zei dat de vraag gesteld is of de tijd rijp is voor de instelling van zo'n nationaal productiviteitscentrum. Zonder het bedrijfsleven te willen disqualificeren, heb ik nimmer begrepen dat ooit in het verleden de tijd ooit rijp was. Met andere woorden, we moeten dus niet met factoren komen die gebezigd worden, aangevoerd worden, waardoor eigenlijk wij goed bedoelde intenties daarmee een stagnatie laten oplopen. Nogmaals, wij moeten wel ervoor zorgen dat wij in gemeen overleg, in tripartiet verband, niet zoveel mogelijk, maar we zijn gehouden om daar een invloed te geven. Dat we inderdaad moeten streven om dit doel uiteindelijk te bereiken. Te beginnen met daarvoor de voorwaarden te scheppen dat je een legale basis, een wet tot stand brengt die dat mogelijk moet maken. Arbeidsminister Mustaja vandaag in DNA tijdens de openbare commissievergadering met als agendapunt behandeling ontwerpwet instelling van het Nationaal Productiviteitscentrum NPC. Na het betoog van de bewindsman verdaagde DNA-voorzitter Jenny Simons de vergadering tot nader orde. Volgens haar kan de vergadering deze week niet gehouden worden vanwege de rouwzitting die het parlement zal houden ter ere van het overleden lid Shailendra Giriasingh.